Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van juli bespreken. Ik heb in totaal 6 boeken gelezen en die ga ik gewoon even kort met jullie bespreken. En ik zal uiteraard vertellen wat ik van deze boeken vind. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van juli, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek De Meest Begeerde Bachelor van Annika Martin. Het is alleen een beetje raar, want het tweede deel die heb ik nog steeds niet gevonden en het derde deel was er al wel. Dus ik wacht nog steeds op het tweede deel. Dit boek gaat over Mia en Mia die is niet zo'n groot fan van Max Hilton. Ze heeft hem eigenlijk zo goed als altijd gehaat. Hij heeft tijdens hun jeugd heeft hij haar hart gebroken en sinds die tijd heeft Max het eigenlijk helemaal gemaakt. En hij is het boegbeeld van zijn eigen lifestylebedrijf. En Mia die werkt als lunchbezorger in afwachting omdat ze graag wil doorbreken als actrice. Dan komt ze erachter dat ze de lunch van Max moet gaan brengen en ze moeten die lunch bezorgen in een kattenpakje. En Mia kan op dat moment wel door de grond zakken. Ze staat eigenlijk op het punt om haar baan op te zeggen, totdat haar huisgenoot met een boek aankomt dat Max heeft geschreven. Dat boek heet De 10 Gouden Regels om de lekkerste vrouw te versieren. Met dit boek is hij eigenlijk beroemd geworden en Mia neemt dan het besluit om de technieken die in het boek staan tegen hem te gaan gebruiken. Ze had er alleen niet op gerekend dat ze Max beter zou leren kennen en dat ze dan eigenlijk achterkomt dat hij helemaal niet zo'n vervelende man is als wat zij altijd gedacht heeft. Haar doel is eigenlijk om zijn hart te breken, maar ze komt er toch steeds wel meer achter dat dat ze eigenlijk toch wel wat gevoelens voor hem krijgt. Omdat ze toch zijn hart gaat veroveren. Alleen dit gaat dan toch mis als Max bij hun thuis komt in dat huis. En hij de wand ziet die helemaal volgeplakt is met dingen van Max. Hij zit zelfs op het dartbord zijn foto. En ze hebben als deal afgesloten dat als het Mia zou lukken, ze van haar huisgenoten geld krijgt waardoor ze een bepaald soort schoen kan kopen. Als Max hierachter komt is natuurlijk alles verloren en moet Mia heel erg haar best doen om het goed te maken met Max. Of dat dit gaat lukken, dat is de grote vraag. Dat zal ik je ook niet vertellen. Ik vond het uiteindelijk wel een heel mooi boek en kan hem zeker aanraden. Het volgende boek wat ik heb gelezen is geschreven door Petra Kruid en heet het boek Gemma en Partners. Dit boek gaat over Gemma die met haar vriendinnen eigenlijk in de trein terug naar huis zit na een feestje. En Gemma heeft eigenlijk te veel gedronken en besluit om een prijsvraag in een stapel kranten neer te schrijven. In de hoop dat er iemand op zou reageren die leuk is en met haar op date zou willen. De volgende dag wordt ze wakker en is ze natuurlijk weer nuchter en dan komt ze er eigenlijk achter wat ze heeft gedaan. Dan vindt er een incident plaats waarin er een kat gevonden wordt bij haar appartement en iemand duwt die kat in haar handen. Daar zou zij maar voor moeten zorgen. Ze raakt eigenlijk al heel snel gewend aan deze kat en uiteindelijk zeggen haar vriendinnen, je moet toch op zoek gaan naar het baasje. En uiteindelijk blijkt de kat gechipt te zijn en brengt ze hem terug bij het baasje. Het baasje heet Boudewijn, die heeft toch eigenlijk best wel interesse in Gemma. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Zij heeft eigenlijk ook wel interesse in hem. Aangezien de reacties die binnen zijn gekomen op de prijsvraag die zij uitgeschreven heeft, nou ook niet echt heel vertrouwbaar zijn of vertrouwelijk zijn, vindt ze het eigenlijk wel leuk om te gaan daten met Boudewijn. Als klap op de vuurpijl komt er dan toch nog een verlaten reactie binnen op haar prijsvraag. En ze stuurt dan eigenlijk een mailtje terug omdat dit een hele normale mail is. En er staat eigenlijk best wel een interessante mailuitwisseling met een jongen
die ze eigenlijk wel heel leuk vindt. Maar aan de andere kant heeft ze ook als ze iets, er zijn toch wel dingen waar zij zich aan ergert. Hij is namelijk heel vasthoudend en hij gaat ook wel helemaal voor haar. Maar dat doet Boudewijn ook. Ze weet eigenlijk zelf niet hoe het mogelijk is dat ze voor kort dacht dat ze eeuwig single zou blijven. En er nu eigenlijk ineens twee mannen zijn die haar voor zich willen winnen. Maar ze moet dus nu zelf uit gaan zoeken wie de leukste man is. Ik zal je niet vertellen met wie ze uiteindelijk ervan doorgaat. Dat zou je echt zelf moeten lezen. Maar ik heb toch wel heel erg genoten van dit boek. Omdat het leuk geschreven is. Het speelt zich af in Nederland. En ja, ik vind de boeken van Petra Kruid ook echt heel leuk. Het volgende boek heet De Derde Date en is geschreven door Helena Hunten en L.J. Chen, als ik het goed zeg. Reggie, daar gaat het boek over, die gaat naar Parijs om te studeren. Althans, dat is wat ze haar familie heeft duidelijk gemaakt, want eigenlijk is haar doel haar vader vinden. Ze weet alleen niet waar ze moet beginnen met zoeken en ze heeft, om de kosten te drukken, een bijbaantje genomen in een Franse bistro. Tijdens haar dienst komt daar eigenlijk wel een hele knappe man binnen, die ook wel mysterieus is. En Reggie is er op dat moment getuige van dat hij binnen een paar minuten van elkaar twee dates heeft, die niet lang duren en ook niet erg geslaagd zijn. Reggie is wel heel erg benieuwd naar het verhaal van deze man. Omdat deze man er op een gegeven moment vandoor is gegaan zonder eigenlijk te betalen, komt hij later alsnog zijn rekening betalen. Haar collega geeft dan de plaats waar Reggie op dat moment is en ze ontmoeten elkaar in het park. Ze kletsen wat gezellig en het begint eigenlijk wel steeds leuker te worden tussen hun. Alleen Reggie wil het doel natuurlijk niet uit het oog verliezen. Omdat ze gewoon nog steeds op zoek is naar haar vader. Reggie zal er eigenlijk snel achter komen wie haar vader is. En ze komt er ook al heel snel achter dat zij de derde date van deze mysterieuze man wordt. Wie haar vader is en hoe deze date zal verlopen, dat zal ik niet verklappen. Maar ik vond het wel een heel leuk boek. Het was niet een heel lang boek, maar ik heb er toch wel van genoten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Lieve Ik, geschreven door Petra Kruid. Dit boek gaat over Polly en Hanneke en ze zijn op de middelbare school altijd vriendinnen geweest. En na 10 jaar krijgen ze een brief van zichzelf binnen. Die hebben ze toentertijd voor een opdracht moeten schrijven op school. En die zou 10 jaar nadat ze van die school af waren verstuurd worden. Ze komen er dan eigenlijk achter dat ze niet alleen elkaar uit het oog zijn verloren, maar ook eigenlijk hun eigen dromen. Polly die woont in een flat die binnenkort gesloopt zal worden in Amsterdam en Hanneke die werkt al jaren voor dezelfde baas. Na het lezen van de brief besluit Polly contact op te nemen met Hanneke en ze spreken gewoon eens af om een kopje koffie te doen en ze vertellen elkaar over de dingen die op dat moment in hun leven spelen en dan komen ze er toch wel achter dat ze eigenlijk hun dromen echt niet waargemaakt hebben. En Polly besluit Hanneke over te halen om een jeugddroom alsnog waar te maken. En van rempel, dit lukt, want Hanneke ziet hier wel wat in. Ze worden dus 10 jaar na het schrijven van die brief zakenpartners in hun eigen modezaak. Alleen met mode en kleding ben je er natuurlijk niet alleen. Hanneke doet het zakelijke gedeelte van deze winkel en Polly ontwerpt. Ze verkopen dus ontwerpen van Polly, maar daarnaast verkopen ze ook wel wat inkoopkleding, omdat het Polly wil exclusief blijven. Je merkt ook wel wat wrijving tussen deze twee vriendinnen, want Hanneke vindt Polly af en toe ook wel echt dat het er allemaal niet zoveel kan schelen. En soms heb je het idee dat Hanneke de hele winkel runt en dat Polly het allemaal niet zo nauw neemt. Ze maakt ook een aantal domme fouten. Dat vond ik wel een beetje bijzonder. Af en toe kon ik me een beetje ergeren aan Polly, maar desondanks heb ik wel heel erg genoten van dit boek. Vooral omdat
het eigenlijk in Nederland afspeelt. Het ging over een kledingzaak. Nou, ik hou ook van kleding. Het was ook heel leuk om te lezen hoe ze die zaak echt op poten zetten. Dus ja, als je echt een beetje ook van dit soort dingen houdt, dan is dit boek ook zeker een aanrader. Want ik heb er wel heel erg van genoten. Het vijfde boek wat ik heb gelezen is het boek Slechts één fout van Natasha Madison. Dit boek gaat over Michael. Michael is verkocht aan een ander team omdat hij op de radio ruzie heeft geschopt met zijn coach. Het is niet bepaald hoe hij bekend wil staan, alleen die fout die kleeft aan hem en het is niet zo essentieel voor zijn carrière. Dus hij wordt verkocht naar een ander team en daar wordt hij eigenlijk met open armen ontvangen, omdat hij eigenlijk geen gezeur meer wil rondstrooien over zijn coach. Uiteindelijk is dat ook wel uitgesproken, dat radioaccident, maar ze merkte toch dat hij steeds op de bank werd gezet en daardoor eigenlijk niet meer echt in het spel mee kon doen. Heel onverwachts komt hij Jillian tegen en zij is eigenlijk op zoek naar haar blind date, maar die blijkt niet op te komen dagen. En ze besluiten dan samen om wat te eten en te drinken en ze hebben het eigenlijk heel gezellig. Michael zegt dan ook de volgende dag dat hij vertrekt bij Jillian, bel me. Jillian die probeert hem ook te bellen, maar er is een probleem geweest met de telefoon van Michael, waardoor ze hem nooit te pakken heeft gekregen. Als Michael dan twee meisjes van school moet halen die familie van hem zijn. En dan ziet hij ineens Jillian voor de klas staan met een zwangere buik. En hij is eigenlijk heel confused en weet niet zo goed wat hij ermee moet. En Jillian is vooral heel erg boos op Michael. Nadat Michael de meisjes heeft afgezet, besluit hij naar Jillian's huis te gaan. Om eigenlijk met haar te praten van wat is er aan de hand. En dan komt eruit dat Michael toch de vader is van het ongeboren kindje. Michael die wil er op dat moment echt voor zijn, voor Jillian en voor het kindje, zodat ze alles krijgen wat ze verdienen. Natuurlijk moeten hier ook de ouders bij betrokken gaan worden, want die moeten op de hoogte gebracht worden en dat is allemaal niet zo makkelijk. Of ze uiteindelijk een stelletje weer worden en of dat Jillian hem kan vergeven voor de fouten, ook al zat er een goede reden achter zijn verhaal. Dat is de grote vraag die ik niet ga verklappen, maar ik heb wel heel erg genoten van dit boek omdat hij lekker weglas en echt wel heel fijn was om te lezen. En het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Een Heerlijke Vergissing, geschreven door Hannah Hill. Dit boek gaat over drie vriendinnen die op vakantie zijn op Ibiza nadat een van die meiden een aanbod had gedaan om mee te gaan op een zakenreis. De andere twee die hebben een eigen zaak en eigenlijk zit er financieel gezien geen vakantie voor hen in. Zon, zee, strand, cocktails, uitgaan en geen verplichtingen, dat is wat deze drie meiden doen. Het is een mini vakantie en eigenlijk zijn ze er ook gewoon illegaal, want ze worden voorgesteld als partners van deze vriendin die op die reis gaat. En daar loopt dus een man rond en die is nogal irritant, zelfingenomen, bazig. En die vindt een van die meiden toch wel heel erg leuk. Het kan haar eigenlijk niet zo heel veel schelen dat hij haar leuk vindt. En ze vindt dat er prachtige exemplaren van mannen genoeg zijn. Tijdens het uitgaan komt ze hem toch weer tegen en geeft hij haar een briefje dat ze naar zijn kamer moet komen. En eerst heeft ze zoiets, dat ga ik echt niet doen. Maar haar vriendinnen sporen haar aan om dat toch te doen. Uiteindelijk wil ze in eerste instantie niet gaan tot ze toch wakker wordt en naar zijn kamer toe gaat. Ze beleven een bijzondere nacht en ze kunnen elkaar niet zien omdat het dus echt pikdonker is. Volgende dag, als zij wakker wordt, komt zij erachter dat ze niet met de man deze nacht heeft beleefd waarvan ze dacht dat hij was, maar met zijn broer.
En dit is voor haar zo'n schok en ook voor deze man zelf, omdat hij zich heel beledigd voelt, omdat zij denkt dat zij de nacht met haar, zijn broer heeft doorgebracht. Dit komt hier eigenlijk niet heel erg ten goede en ze wil er dan ook alles aan doen om het goed met hem te maken, vooral voordat ze naar huis gaat. Dit loopt eigenlijk niet zo van een leien dakje en uiteindelijk is dan ook de conclusie dat ze naar huis toe moet gaan en deze man moet vergeten. Tot hij dan in één keer in haar winkel opduikt en alsnog zijn verhaal met haar wil delen en eigenlijk toch nog wel interesse in haar heeft. Hoe het precies allemaal uitpakt en afloopt en of die interesse wederzijds is, dat laat ik in het midden. Het is een beetje rommelig, want ik weet de namen niet meer precies van deze meiden. Maar het was een kort boek en op zich, het was wel leuk om te lezen, maar er zat niet heel veel spanning in en dat miste ik op zich wel. Nou, dan waren dit mijn gelezen boeken van juli. Vond het toch wel weer, de meeste boeken vond ik toch wel weer heel erg leuk. En ik hoop ook zeker dat bij sommige boeken nog een vervolg komt. Ik ben wel fan van de boeken van Petra Kruid. Heb ik inmiddels in de gaten. Natasha Madison, die boeken vind ik ook heel leuk. Ik ben heel benieuwd of hier ook nog een deel van komt. Dus daar ga ik naar uitkijken of dat nog gebeurt. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij wel eens een van deze boeken hebt gelezen. En of je er eventueel benieuwd naar bent als je ze niet gelezen hebt. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf op de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!